Yo kijkers van Tripx Video's, mijn naam is Simon en welkom bij een nieuwe training video waarin ik jullie de beste training tips ga laten zien die er op dit moment eigenlijk maar zijn. En in deze aflevering is dat ook daadwerkelijk zo. En ik ga pas in de volgende aflevering echt diep in op de Team of the Years, want er zijn nu eigenlijk wat andere dingen die ik eigenlijk belangrijker vind om over te praten rondom het trainen. Er zijn namelijk nieuwe upgrades uitgekomen. En er worden nu ook al spelers getransferd. Dus als jij weet dat een speler bijvoorbeeld naar een andere club toe gaat. Ik weet op het moment eigenlijk niet zo snel iemand in mijn hoofd te halen. Maar ik noem een heel dom voorbeeld. Ik zou maar zeggen, Messi gaat naar een andere club toe. En je hebt genoeg geld om een paar van die Messi's te kopen. Dan moet je dat doen. Want er komt gewoon geen enkele Messi meer in packs. Daarna, snap je? Dus die speler wordt gewoon langzaam maar zeker instinct. En wordt steeds meer warm tot er steeds minder van hem in packs komen. Dus dat is gewoon een hele goede methode om makkelijk coins te maken. Dit kan je eigenlijk op iedere speler doen, behalve op een gouden non-rare waar er gewoon duizenden van op de markt staan. Heeft er nu niet heel erg veel zin, maar op heel veel spelers heeft het ook wel zin. En kan je dat wel doen, dus het heeft heel veel zin. De upgrades waar ik het over had, die zijn eigenlijk wel misschien het beste om mee te trainen. En vooral de in-form upgrades, want als een speler gewoon van zichzelf geüpgrade wordt, dan wordt zijn in-form ook geüpgrade. Een heel goed voorbeeld hiervan is Vardy natuurlijk. We kennen Vardy allemaal wel. Hij krijgt een upgrade. Hij is nu maar 71 rated. En hij krijgt een upgrade naar een 77 kaart. Hij heeft natuurlijk de 82 special kaart. Waarschijnlijk blijft hij wel hetzelfde. Alleen die zilveren Vardy's die worden gewoon veel coins waard. Dus die moet je sowieso in de gaten gaan houden. En de Informaris kaart kan je ook kijken. Alleen deze Inform kaarten, deze krijgen wel geen upgrade. Omdat de normale kaart gewoon een veel lagere waarde heeft. Dus je kan het net zo goed doen bij gewone spelers die wel een upgrade krijgen. Ik neem maar een voorbeeld. Stel Neymar krijgt een upgrade. En hij heeft een 88 rated in vorm. Of nee, hij is geloof ik 88 rated van zichzelf. Stel Neymar krijgt dan een upgrade. En hij is een Inform die nou 89 is. Die wordt dan 90, omdat hij maar zelf ook 89 zou worden als hij geüpgrade wordt. Dus dan wordt zijn inform ook meer waard, er komen minder informs van hem op de markt. En die worden dus gewoon allemaal meer coins waard. Waardoor je dus zelf meer coins daarvoor kan krijgen als je ze verkoopt. Dus je kan hierin makkelijk investeren en heel veel coins winst maken. Zelf ga ik dit ook doen met wat goedkopere informs die een upgrade krijgen. Jullie zeiden ook allemaal dat ik moest laten zien dat de trainingsmethodes echt werkt, omdat jullie niet geloofden. En dat ik in deze aflevering niet heel veel andere trainingsmethodes heb, wil ik jullie eigenlijk wel laten zien dat die trainingsmethode die ik vorige aflevering liet zien, dus met gewoon een willekeurige gouden BPL speler, dat die ook echt werkt. Ik deed geloof ik ongeveer deed ik dit zoeken. En een speler die ik hier vond, daar ging ik gewoon eigenlijk een beetje op mijn spelen. Dus ik ga even een speler tussen zoeken. En dan zei ik je wel als ik iemand heb gevonden. Met Coquelin merk ik het wel, dus ga ik maar gewoon eventjes hem opzoeken. Dan zal het... Oh, wacht. Hier zet ik u. Dan zal het sowieso wel werken, want hij is meer coins waard. Hij is 500 coins waard en daar kan je hem zeg maar voor snipen voor veel minder coins. Of voor veel meer coins kan je hem ook niet makkelijk verkopen. Dus ik zou hem dan voor 450 coins echt op de max zouden moeten kopen. Ik ga eens kijken op zijn 400 coins. En het werkt niet met iedere speler, dat zeg ik ook niet. Kijk, hem werkt niet, want er zijn gewoon helemaal geen van hem op de markt. Dus ik ga even zoeken naar andere, want er zijn ook genoeg spelers waar het echt wel mee werkt. Ik heb hier Adrian Keeper van de BPL gevonden. Deze kan je verkopen voor 450 coins. En ja, deze heeft geen contract, dan wordt hij niet verkocht. En je kan hem makkelijk wel overkopen voor 400 of 350 coins. Zoals je hier kan zien, 350 coins ga ik gewoon zo bieden. 400 coins ga ik ook op bieden, 350 coins. Ook, dit is gewoon best goedkoop voor hem. Hier 350 coins. Weer, ja, dit is al 23 minuten en dat duurt gewoon te lang. Ik denk dat 4 spelers al een goed voorbeeld is voor deze video. Dan ga ik echt van een ander speler zoeken, waardoor jullie echt zien dat het ook echt goed werkt. Ik ga het nu doen met Trippier of... Het boeit niet hoe die heet. Hij is in ieder geval 750 coins zoals je hier kan zien. Daarvoor wordt hij gewoon verkocht. Drie kwartier is de laatste speler die erop staat. Dus dan moet je hem echt maximaal kopen voor 700 coins. Want de tax is dan minder dan 50 coins. En zoals je hier ziet, ja. Het is gewoon triest hoe weinig op deze speler geboden wordt. 700 coins, 600 coins. Hier 600 coins spelen. En deze krijg ik waarschijnlijk ook natuurlijk dan 500 op. Want dat is een beetje erg weinig. 500 coins alweer.
hier weer 500 coins. Het is gewoon heel weinig wat ik voor deze speler betaal. En de kans is heel groot dat ik ook een paar van deze sowieso ga winnen. Ik ben er 5 minuutjes terug en ik zie dat 1 Edwin overboden is voor 700 coins. Terwijl zijn waarde maar maximaal 450 coins is. Hier heeft iemand gewoon een fout gemaakt. Vervolgens heb ik 1 tripje voor 700 coins. En hier heb ik eentje voor 600 coins. En ik kan er voor 750 coins verkopen. Dus hier maak ik gewoon redelijk goede winst op. En hier maak ik een heel klein beetje winst op. Vervolgens is er hier eentje die bijna voor mij is. Deze voor 600 coins over 2 minuten. Voor 500 coins, ik weet niet of ik deze wel ga krijgen. Maar anders bied ik gewoon dadelijk zelf nog een keertje hoger. En dit gaat ook wel goed. Maar aan deze twee spelers zie je wel dat het echt gewoon lukt. Want ik ga ze nu wel te koop zetten voor een laag aantal coins. Even kijken of ze dat precies waarde klopt. 750 coins als ik het niet verkeerd heb. Eens kijken, hier staat hij. 750 coins, staan er maar 2 voor erop. Dus de kans is heel groot dat ik hem voor dat aantal coins vervolgens ook ga verkopen. Ik kan die wat ik voor 600 coins natuurlijk ook doorverkopen voor 700 coins. Dan wordt hij gewoon meteen van de markt afgeplukt. Maar anders die andere verkoop ik dan maar gewoon voor 750 coins. Oké, what the fuck, ze zijn gewoon alle 3 verkocht binnen iets van 5 tot 10 minuten of zo. Dit ging best snel en voor de rest zie ik hier nog steeds 5 transfer. Of ja, zie ik nog steeds bijna niemand hier overboord is. Als die Adrian die gewoon, waar gewoon een foutje bij is gemaakt. Oh, hier is iemand geburn-out. Ah, dat was sowieso niet de belangrijkste, want deze hebben ik geloof ik voor 600 coins geboden of zo. Oh, deze is overboden, biedt hij gewoon 600 coins, maakt nog steeds zelf super veel winst. 650 coins, maar hij ook nog steeds winst. Soms moet je een beetje overbieden, ik had gehoopt dat ik voor 500 coins had kunnen krijgen, maar dat lukt dus blijkbaar dan niet. 650 coins, maar nog altijd genoeg winst. Net heb ik voor 750 coins eentje weten te verkopen. En als ik hem voor 650 coins dan koop, dan maakt hij altijd 100 coins winst. Ja, zonder de FIFA tax is dat iets minder. Meer dan 50 coins winst op een kaartje dat je zo makkelijk kan kopen. Dat is gewoon fijn meegenomen, dus dat doen we hier dan heel eventjes snel. Hij is binnen en dan zien we hoe makkelijk dit gaat. Hier had nog een alien, die koop ik ook zo. Die Trippier, die wordt waarschijnlijk al een keertje overboden. Deze is al overboden, die ga ik dan weer zelf met 600 coins weer ook al overbieden. Deze is ook overboden, die ga ik dan ook met 600 coins overbieden. En ik hoop dat ik deze voor 500 kan halen, want dan maak ik gewoon genoeg winst mee. Oh nee, ik geloof dat die overboden is. Ja, dat zou goed kunnen. Maar ook helemaal niet uit. Ik ga deze dan voor 750 coins vervolgens erop zetten. Maak genoeg winst mee. Zo, en dan zal die ook zo wel verkocht zijn. En dan zie ik dat deze twee overboden zijn voor 650 coins. Soms, zoals je ziet, word ik wel nog overboden. Maar ook heel veel werkt het wel. Deze, ik ga wachten tot die verkocht is. En ik ga kijken of er nu nog veel of weinig kaartjes van hem. Kijk, er staat er nog maar eentje bij en die heeft nog maar 3 contracten en 80 conditie. Even kijken hoe de speler van mij daarbij staat. Die heeft 3 contracten en 90 conditie. Dus die zal eerder verkocht worden. En dan zal ik zo wel nog meer coins hebben. Ik hoop dat ik deze nog heb. En deze zal ik ook zo hebben. Ik doe nog niks uit de video knippen. Omdat jullie dan ook zien dat het echt waar is. En dat ik niet gewoon met een andere account deze spelers eventjes snel wegkoop. Want dat zou wel heel erg zielig zijn. En ik denk dat er echt mensen zijn die dat denken. Omdat ze gewoon denken dat ik niet hiermee winst maak. Ik kon natuurlijk ook gewoon op 20 of 30 van deze tripjes bieden. Maar dat heb ik niet gedaan. Omdat dat gewoon, dit is alleen een voorbeeld van dat het ook echt daadwerkelijk werkt. En ik denk dat jullie na deze video ook wel echt allemaal zullen geloven. Hij is nog steeds 4. Oh, hij is al 500 coins waard. Zijn waarde is omhoog gegaan. Alleen het duurt me te lang om het te verkopen voor 500 coins. Dus ik ga hem er gewoon erbij zetten dan voor 450 coins. En dan zal deze ook wel zo verkocht zijn. 450 coins, daar gaat hij ook. En ik zal hem wel eventjes het beeld versnellen van waar je hier ziet. Oh, kijk, hij is al, de eerste is al verkocht. Welke is verkocht? Oh, de Trippier voor 750 coins is al verkocht. En deze gaat er ook waarschijnlijk gewoon heel snel uit. Omdat hij de enige is op de markt voor 450 coins. En daar is allemaal duurder is. Dus ik doe wel eventjes. Oh, is hij verkocht? Oh, ik ben overboden. Fuck, ik ben overboden op die ene tripje. Maar voor hoeveel coins is de vraag? Voor hoeveel coins ben ik overboden? Oh, kijk. 650 coins maakt nog steeds een heel klein beetje winst. Deze hoef ik dan niet meer. En oké, wacht. Dat deze 750 coins is erg dom geweest. Deze voor 650 coins kan kopen, dan heb ik wel echt bewezen dat deze methode ook goed werkt, dat je er ook genoeg winst op kan maken. Als je dit een dag door doet, of als je het met duurdere spelers doet, dan maak je hier gewoon meer winst op en het werkt ook echt heel erg goed. Want deze haal ik nu ook, en zoals ik net ook al zei, oh, nou, hier word ik overboden. Ik weet niet of die nu nog veel winst maakt. Even kijken. Tripje. Boom. Waar staat die? Hier staat hij, eens kijken, 700, 750.
Ja, hij is eigenlijk gewoon 800 coins waard. Daar kan je misschien nog net voor verkopen. Maar als ik hier gewoon nog veel meer spelers had geboden, dan waren er ook minder mensen die met me mee waren gaan meespelen. En dan had deze methode nog meer zin gehad. In ieder geval, jullie hebben al gezien dat deze methode werkt. Zoals ik net ook al zei, jullie kunnen ook heel veel spelers kopen die geüpgraded gaan worden. Zoals de Varley, zoals Mahrez. Noem maar op, er zijn ook veel meer spelers die dit seizoen gewoon enorm goed gepresteerd hebben. En die een upgrade zullen gaan krijgen op FIFA. En dat zijn wel spelers die je echt in de gaten moet houden. Als je die spelers wil zien, er zijn genoeg video's op YouTube waar die upgrades in staan. Dus dan zou ik daar even snel op kijken. Ik weet niet of ik nog moet wachten voor jullie totdat deze alien verkocht is. Want daar is de enige maar op de markt en hij zal binnen nu en 5 minuten toch wel verkocht zijn. Ik denk dat jullie wel geloven dat hij zo verkocht wordt. Dan zal ik nog wel even laten zien dat het echt de enige op de markt. Ik doe misschien een beetje kinderachtig, maar dat is omdat mensen altijd zeggen dat de methodes niet werken. En zoals je ziet is hij gewoon maar de enige alien op de markt. Dus de kans dat hij niet verkocht wordt is gewoon zo enorm klein. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Er komt trouwens, dit is een beetje reclame misschien, maar er komt een super vette nieuwe serie op mijn kanaal. Misschien dat jullie die ook willen uitchecken. Het gaat alleen maar over Tom Beugelsdijk. Ik zeg het jullie gewoon, deze komt ook vandaag online. En daarmee ben ik heel druk bezig. En jullie hebben gezien dat de trainingstodes goed werken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Een blauw duimpje omhoog doen. Subscribe op Twinity en op TripX video's. En dan zie ik jullie in de volgende video weer terug. Later.